Oude Schip is genoemd naar een schip wat vroeger is gestrand hier achter op het Wad. Het ging om een tegelschip of diggelschip, een schip met aardewerk eigenlijk. Een diggelschip werd al genoemd. Het dorpshuis heet ook nog steeds Diggelschip. En die is aan de wal getrokken en toen is daar eigenlijk een soort van kroeg in ontstaan. En daaromheen zijn weer allerlei huisjes ontstaan. En nou ja, zo is eigenlijk Oude Schip ooit begonnen als dorpje, maar ook een beetje als vrijplaats. Plek waar nogal ruig volk op afkwam. Ja, toch wel een beetje eigenwijze mensen. En eigenlijk is dat nog wel een beetje nog steeds zo. Ja, ik ben op dit moment de Oude Schipsteen in elkaar aan het zetten. En dat is een dorpskrantje die we zeg maar sinds een jaar uitbrengen. Ik maak nu net de eerste editie van de tweede jaargang van het nieuwe krantje. En ja, daarvoor ben ik bezig met wat fotootjes uitzoeken. En alvast even de voorkant mooi in elkaar zetten. Want het moet wel een beetje leuk uitzien. Dus ja, dat is wat ik nu aan het doen ben. Ja, het meest leeft gewoon de uitbreiding van de Oostpolder. Daar is iedereen mee bezig. Niet het leukste onderwerp, maar ja, wel een hele belangrijke. Want nou ja, dat heeft allerlei gevolgen natuurlijk. En met name voor de leefbaarheid. Ze willen het heel graag uitbreiden met behoud van het dorp. En wij zijn gewoon heel benieuwd hoe dat er dan uit komt te zien. En ja, welke gevolgen dat dan daadwerkelijk voor je woongenot heeft. En ja, ook als er nog steeds niet bekend is wat er gaat komen, dan wil je natuurlijk wel zoveel mogelijk al weten van tevoren, voordat je denkt, ja, oh, dan blijf ik wel of dan ga ik weg. Dus ja, dat leeft nu gewoon heel erg. Weet nog de titel? Ja, deze. Wat ik zelf het mooiste artikel tot nu toe vond, was een interview met de oudste inwoonster van Oude Schip. Dat was mevrouw Smit, die woonde aan Dijkweg 1. En nou, dat gaf toch echt wel een heel mooi inkijkje in het leven in Oude Schip van de afgelopen 40, 50 jaar. Kijk, zij zegt ook, het is hier zo mooi nog en daarom wil ik niet weg. Nou, het ging natuurlijk ook over de uitbreiding van de Oostpolder. Ja, en ook de titel zegt ook alles. Voor Oude Schip wens ik echt dat het dorp blijft bestaan, dat het dorp groeit. Ik voorzie dat er met de ontwikkeling hier in de Oostpolder, als de leefbaarheid echt gegarandeerd blijft, dat er ook gewoon aantrekkingskracht komt naar mensen van buiten. Dus ik wil ook echt dat er ruimte blijft om nieuwe huizen te bouwen in Oude Schip. Want vroeger stonden er veel meer huizen. Dus eigenlijk wil ik echt dat het weer meer wordt zoals vroeger. Gewoon meer mensen, meer bedrijvigheid. En wat mij betreft een echt ondernemersdorp. Omdat je die kansen hier ook echt hebt. Want je kunt hier wonen en werken op je eigen perceel. En er zijn niet zo heel veel plekken meer waar dat nog echt kan. Dus ja, dat wens ik echt voor Oude Schip. Gewoon een bruisend, levendig dorp. MUZIEK